Komen de odes voorbij? Een van de leuke onderdelen van jullie programma is althans op televisie. En dat gelijk ik dat is grappig dat je het zegt, want vandaag is natuurlijk wel de dag van het respect. En ja, we kunnen natuurlijk deze avond niet voorbij laten gaan. Wat gaan we krijgen, jongens? Zonder de belangrijkste man die hier vanavond aanwezig is. Ja. En zeg maar gerust de belangrijkste man van het hele land. Oké. Okay. Toch een kleine obade te brengen. Obade aan de minister-president. Matthijs, je wint maar prijs op prijs. Je bent getalenteerd en jong, al word je wel wat grijs. Bush, de paus, Bill Gates en ook de sultan van Parijs. Iedereen die droomt ervan een dagje jou te zijn. Vind je het oké als ik je kapsel even streel? Voor jou word ik met liefde nog eens homoseksueel. Je haar, zo lekker door elkaar. Maak dat ik de hele dag alleen maar naar je staar. Dolf Jansen die benijdt jou om hoe snel je vragen stelt. En Holleder benijdt jou om je handigheid met geld. Maar wat dus bijna niemand van jouw trouwe kijkers weet. Matthijs heeft onder tafel dus een hele dikke reet. Je reet, je reet, die staat nu vol met zweet. Omdat je van dit liedje dus het einde nog niet weet. Maar tot slot nog hebben wij een puntje van kritiek. Jij maakt veel te weinig tijd voor lekkere muziek. Muziek. En daarom zingen wij. La 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 la. Oh, Matthijs. Dank jullie wel, jongens.